Anno 20 in het rood, terug op het veld waar ze al te sterk waren voor Jong Sparta. Promovendus doet het prima met een 8e plaats en het eerste schot is ook goed. Belen, de redding van Box. 3 nederlagen voor Excelsior Maassluis. Niet in beste doen dus. Anno 20 komt eigenlijk uit een duel waarin het regerend kampioen Katwijk versloeg. Kijk eens, dit ziet er fantastisch uit. Sonneveld en de lat. Dan is daar nog Belen, maar een prima redding van Box. Zo heeft de Maassluis weinig te vertellen, zo lijkt het. Maar hier is Langendijk. Het aluminium staat dan ook succes voor Maassluis in de weg. Hier is Milan Klopper, hij komt in het veld voor George. Dylan George weg. En Klopper hier richting Belen. Uitstekende sliding en daar is die invaller doorgelopen. En die kijkt nog even op en vindt dan vrij gemakkelijk de korte hoek. En zet ADO 20 op voorsprong. Promovendus, het elftal van Roy van der Meijen, prima in afwachtende houding. En Maassluis, een keer niet vroeg op achterstand, maar laat en dan bijna nog Wennekers. Maar de redding van Boom is beslissend. ADO 20 pakt 3 punten in